Dames en heren, ik zou u willen verzoeken om te gaan staan. Begin deze week bereikte ons het trieste bericht dat de heer Anne Ringsma afgelopen zaterdag is overleden. Vanavond hebben velen van u zijn vrouw Henny en hun kinderen gecondoleerd. Anne mocht 73 jaar worden. Hij was 8 jaar raadslid voor de lokale partij Ommen. Op 25 maart 2014 nam hij samen met 5 andere raadsleden afscheid van de raad. Dat afscheid nemen deed hem pijn. Pijn in het hart. Zijn gezondheid liet hem echter geen andere keus. Anne Ringsma was een markante persoonlijkheid, zowel binnen als buiten de raad. Met veel inzet streed hij voor de zaken die hij belangrijk vond. Hij ging door totdat het resultaat was bereikt. Hij was vasthoudend, doelgericht en kwam op voor de belangen van de inwoners van het buitengebied. En dat niet alleen voor de inwoners van Beerzenvelst of Beerzerhaar, voor wie hij in de volksmond de eretitel burgemeester had gekregen, maar voor alle inwoners van het buitengebied. Anne Ringsma had vele persoonlijke contacten binnen de gemeenschap van Ommen. En hij maakte daar ook graag gebruik van. Als het moest, verdiepte hij zich tot in details in dossiers, plannen en projecten. Dat resulteerde nooit in ellenlange beschouwingen in vergaderingen of commissies. In de gemeenteraad was hij bondig en duidelijk. Daarbij bracht hij zijn boodschap in het raadsdebat met de nodige humor. Samen met Martel Buter richtte Anne Ringsma de LPO op. Daarmee heeft hij een plek verworven in de politieke geschiedenis van Ommen. Wij wensen zijn vrouw Henny, de kinderen en de kleinkinderen van Anne Ringsma alle sterkte toe in het dragen van dit grote verlies. Dank u wel. Dames en heren, ik wil na het stilstaan bij het overlijden van Anne Ringsma met u beginnen met de reguliere vergadering. En mijn vraag is aan u of u het akkoord bent met het vaststellen van de agenda. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Hierbij doe ik een verzoek om agenda punt 7 uit te stellen en te verplaatsen tot na het zomerreces. Ik kijk naar uw raad, want dit is een ordevoorstel. C. Mevrouw Bakelaar, nee. VOV. Nee, meneer Mors ook niet. VVD ook niet. LPO ook niet. Ik stel vast, meneer Moerman, dat de meerderheid van de raad dit voorstel toch wil bespreken vanavond. Ja. Dank u wel. Dan is daarmee de agenda vastgesteld. Ik kom bij het vragenhalfuur. Er zijn vragen aangekondigd door meneer De Jonge van de VOV. En ik geef u graag de gelegenheid om uw vragen te stellen, meneer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze vragen. Want ik heb het over onze vragen. Dat zijn vragen die ik medestel namens de fractie van de Partij van de Arbeid en D66. En daar waar nodig hoop ik dat hun nog gebruik krijgen om aanvullend nog een opmerking erover te maken. En voorzitter, onze vragen die gaan over het bestemmingsplan Beerzenhooiweg 2. Daar is de afgelopen jaren, want als ik een beetje mijn geheugen gif, is daar al heel veel over te doen geweest.
Vanaf 2010, bij bestemmingsplan buitengebied 2009-2010, is er al heel veel over gesproken. En kort geleden is het weer volop in de publiciteit gekomen, omdat u als college aan de buurgemeente Twente Rand gevraagd heeft om een verklaring van geen bezwaar in te dienen. Voorzitter, de verklaring van geen bezwaar, zoals ik begrepen heb, van buurgemeente Twente Rand, die is hoofdzakelijk gegaan over de milieuaspecten en de gezondheidsaspecten en niet over de ruimtelijke ordening aspecten waar u een verklaring van geen bezwaar heeft ingediend. Voorzitter, afgelopen dinsdagavond is de gemeenteraad van Twente Rand akkoord gegaan, schorrelmoetend, met het afgeven van een verklaring van geen bezwaar. En heeft daarbij wel een motie ingediend met een opdracht naar de gemeente Ommen. En wij hebben daar de volgende vragen over, voorzitter. En de volgende vragen die zijn, zoals ik al aangaf, van alle drie de fracties die ik benoemd heb. Voorzitter, is het college bezig om zonder tussenkomst van de gemeenteraad een toestemming te geven voor de uitbreiderij van de varkenshouderij op de Beerzenhooiweg 2. Zo ja, vervalt in optiek van het college na de stoppersregeling niet alle vergunning op deze vestiging? De derde vraag, voorzitter. Wat is het beleid van de minister CQ-ministerie in deze? En volgt het college de richtlijnen van de minister dan wel het ministerie? Voorzitter, de wethouder van Twente Rand, de heer Harmsen, heeft afgelopen dinsdag in de gemeenteraadsvergadering van Twente Rand aangegeven dat hij afspraken heeft gemaakt over het gezondheidsrisico, de voorwaarden van het gezondheidsrisico, met wethouder Bongers als portefeuillehouder. Voorzitter, welke toezeggingen en onder welke voorwaarden heeft de portefeuillehouder, wethouder Bongers, dit gedaan? Voorzitter, als er door het college toezeggingen aan het gemeentebestuur van Twente Rand zijn gedaan, deelt het college dan onze mening dat de uitbreiding van de kleine varkenshouderij naar een megastal van grosso modo 3500 varkens, en als ik het goed uitgerekend heb, het aantal biggen die daar op geworpen worden per jaar, daar kom je op ruim een ton biggen komt daarbij, de milieu- en de gezondheidsaspecten ook in de gemeenteraad van Ommen besproken moeten worden? Voorzitter, de laatste vraag. Neemt het college de punten uit de motie van de gemeenteraad van Twente Rand over en gaat het college deze punten uitvoeren? Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer De Jonge. En ook dat u de vragen namens de andere fracties gesteld heeft. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Bongers. Meneer de wethouder. Geen wethouder vanavond, maar toch. Voorzitter, dank u wel. Ik hecht er toch wel even waarde aan om de juiste formuleringen toe te passen. Want het betreft niet het perceel Beerzenhooiweg 2, zoals de heer De Jonge zegt. Maar het is Beerzenhooiweg 1. Althans, als we het over hetzelfde onderwerp hebben. De vragen, successievelijk, voorzitter. Vraag 1. Is het college bezig om zonder tussenkomst van de gemeenteraad bezig de uitbreiding van de varkenshouderij op Beerzenhooiweg 1 toe te staan? Nou, de oplettende raadslid weet dat in het vorige college daar al een besluit over is genomen. Dat daar ook een informatiebrief is gegeven aan de raad. Dus daar is op zich helemaal geen nieuwe situatie ontstaan. In ieder geval niet wat betreft de gemeente Ommen. Ja, dan vraag 2. Vervalt in optiek van het college na stopregeling niet alle vergunningen voor deze vestiging? Nee. In het actieplan ammoniak is aangegeven dat er voor veehouders die willen stoppen in de periode na 2013 de mogelijkheid zal worden geboden om hun bedrijf nog enkele jaren te kunnen voortzetten. Voorwaarde is wel dat zij vanaf 1 januari 2013 met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren als wanneer een emissiearme stalsysteem zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het besluit huisvesting te voldoen. De vergunningen en de meldingen activiteiten besluit milieubeheer vervallen hiermee niet. Dus het verandert niets aan de situatie. Vraag 3. Wat is het beleid van de minister en in deze en volgt het college de richtlijnen van het ministerie? Nou, om het volgt uiteraard de richtlijnen van het ministerie van de minister. Ik zal nog even wat exacte formulering.
De gemeente volgt het beleid van de minister, welk is vastgelegd in het beleidsdocument Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij. Ook al is er door een bedrijf aangegeven dat men ermee wil stoppen volgens de stoppersregeling, bestaat altijd de mogelijkheid dat een bedrijf nieuwe ontwikkelingen mag gaan uitvoeren op een perceel. Als die activiteiten maar voldoen aan de op dat moment geldende wet en regelgeving. Zoals het besluit emissiearme huisvesting, waarvoor de stoppersregeling een gedoogd situatie is voor bedrijven. Echter, hier is het niet het geval. 4. De wethouder van Twenterand heeft in de raadsvergadering van Twenterand, de dato 17 juni 2018, volgens mij moet het juli zijn, 2018 aangegeven dat hij afspraken heeft over de voorwaarden gezondheidsrisico met wethouder Bongers heeft gemaakt. Welke toezeggingen en onder welke voorwaarden heeft wethouder Bongers dat gedaan? Nou, er zijn geen andere toezeggingen gedaan zoals dat gebruikelijk is in dit soort situaties. We hebben goed collegiaal overleg gehad. We zijn beide van lokale partij. We zijn goede buren. Dus we hebben in deze situatie een gemeenschappelijk probleem. Want de vergunningaanvraag betreft grondgebied zowel in Twenterand als in Ommen. En Ommen is leading. Die is bevoegdheid om de vergunning te verlenen. Dus we hebben gesproken over de situatie van dat deze aanvraag gehonoreerd gaat worden. Wat betekent dat? Als het gaat om het handhaven en het toezicht uitoefenen. Nou, Ommen zal toezicht uitoefenen en handhaven zoals dat altijd doen. Wel hebben we beide onze zorgen geuit over eventueel stankoverlast, want dat is een heel actueel onderwerp. Zeker naar aanleiding van een televisieprogramma over de wel of niet goede werking van de luchtwassers. Daar hebben we met elkaar goed en uitvoerig over gesproken. En ik heb toegezegd dat wij, zeker ten aanzien van dat aspect, wij de geluiden, als ze er zullen komen, eventueel, heel serieus zullen oppakken. Dat is niet anders dan wat in de voorwaarden en de eisen staan die gepaard gaan met deze aanvraag. Dat is geen nieuw beleid, dat is gewoon het uitvoeren van bestaand beleid. Dan vraag 5 tot slot. Nee, 6 komt dan nog. Als er door het college toezeggingen aan het gemeentebestuur van Twenterand zijn gedaan, deelt het college dan onze mening dat de uitbreiding van de kleine varkenshouderij naar megastal met grosso modo 3500 varkens, de milieu- en gezondheidsaspecten ook in de gemeenteraad van Ommen besproken moet worden? Nee. Zoals ik al heb aangegeven, heeft het vorige college al het besluit genomen volgens het WABO-principe. De raad is geïnformeerd erover, heeft daar verder ook geen opmerkingen over geplaatst. De feitelijke situatie is zo dat in ieder geval op papier de nieuwe situatie, als die uitgevoerd gaat worden, zowel de gezondheidsrisico's voor de dier als voor de mens aanmerkelijk verbeteren. Dus in dat opzicht is er ook geen enkele aanleiding om hier speciaal of nieuw beleid op te voeren. Dus er is ook geen nieuwe inzichten ontstaan. En afspraak is ook dat er gewerkt met de nieuwste technieken om die situatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dus emissiearme stalsystemen. Daarmee zijn de risico's, de gezondheidsrisico's en de risico's van het dier aanmerkelijk gereduceerd. Ik kan er allerlei berekeningen bijvoegen, maar dat lijkt me niet zo verstandig op dit moment. 6. Neemt het college de punten uit de motie van de gemeenteraad van Twenterand over en gaat het college deze punten uitvoeren? Nou, zoals ik u al heb aangegeven, wij handhaven, wij houden toezicht en dat is uitbesteed. De gemeente Ommen doet dat niet zelf. Daar hebben wij een regionale dienst voor. En wij zullen die, dat is de Omgevingsdienst IJsseland, wij zullen die ook verzoeken om dat toezicht en de handhaving ook expliciet voor ons te doen op basis van de vergunning die hierbij hoort. En daar zijn geen andere punten uit voortgekomen dan die tot nu toe zijn genoemd. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Zijn er nog verhelderende vragen naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder? Ik zie meneer De Jonge. Ja, voorzitter. De wethouder die refereert naar de wettelijke eisen in deze. En de vraag aan de wethouder is aan de portefeuillehouder van refereert hij dan naar de wet of naar
de gedoogsituatie die de minister in de brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Want volgens mij zijn dat twee verschillende zaken. In de wetgeving is hier niks over opgenomen, als ik goed geïnformeerd ben. Maar wel heeft de minister een brief geschreven naar de Tweede Kamer, waarin zij zegt, de toenmalige minister, van bij een stoppersregeling, daar hoort stoppen bij. En ik wil een lopende tijd over 2013 tot 2015 wil ik gedogen. En ja, gedogen is niet toegestaan, dus heeft de wethouder het daarover. En voorzitter, want als je kijkt naar de schaalvergroting die... Meneer De Jonge, ik geef u graag de gelegenheid om een verhelderende vraag te stellen. Ja, maar die komt. Want als je kijkt naar de schaalvergroting, voorzitter, dan deelt de wethouder dan van, als je dit toestaat, onze mening dat bijvoorbeeld, we hebben een garagebedrijf hier in Ommesens, die gaat binnenkort naar het industrieterrein. Die stopt daar op die locatie, dat je daar dan zonder verdere discussie in de raad een autofabriek zou kunnen plaatsen. Zo. Meneer de wethouder. Sorry, dat allerlaatste heb ik niet goed gehoord. Kunt u dat er even halen? Helderende vraag van de wethouder aan meneer De Jonge. Kunt u even concretiseren de laatste wat u zin met de laatste graag, bedoelt? Kunt u dat verhelderen? Ja, voorzitter, ik vroeg, want gezien de schaalvergroting van het aantal biggen wat hier plaatsvindt, naar een veelvoud ervan. Noem ik het voorbeeld van, we hebben garage Sens bijvoorbeeld, die gaat binnenkort wordt die verplaatst in de industrietrein, die Remco Verheijen. En deelt de wethouder dan, want als je dit toestaat, dat daar, als hij verplaatst en weggaat, dat daar dan de Renault ook een hele grote autofabriek kan neer gaan zetten. Zonder de betreffende vergunning of discussie hier in de raad. Meneer wethouder. Dank u wel. Ik ga niet op de automerken in. Ik beperk me tot deze situatie en ik kan u in ieder geval aangeven dat, ondanks dat er een enorme uitbreiding plaatsvindt van het... Meneer De Jonge? Ja, ik luister nu. Oké, dank u wel. Uitbreiding plaatsvindt van het aantal dieren, er toch per saldo een reductie zal zijn van de emissie. Dat is onderbouwd, dat is ook uitgezocht, dat is door een ingenieursbureau gecheckt. Ja. Tenzij u betere berekeningen heeft, maar de berekeningen die wij hebben tonen aan dat het beter wordt. Dank u wel, wethouder. Dat als antwoord op de verhelderende vragen, dan sluit ik hiermee het vragenhalf uurtje af. Meneer Mors, nee, ik heb juist even de vraag gesteld of er verhelderende vragen zijn. En daar, ik heb daar geen reactie op gehad. Ik neem u desalniettemin, geef ik u nog graag even de ruimte, meneer Mors. En ik zie dat ook meneer Moerman nog een verhelderende vraag wil stellen. Dank u wel, meneer Moer. Dan is dat in ieder geval opgehelderd. Meneer Mors. Ja, dank u zeer, voorzitter. Toch nog een wat verhelderende... Ik zal het maar in de vorm doen van een verhelderende vraag. Want we hebben destijds ook aangegeven als fractie van D66... megastallen en met name ook in de richting van de geurcirkels. Die grens van 250 meter, die moeten we echt gewoon blijven handhaven. Zo staat het er. Met name ook bij Witharen hebben we daar heel diep en zwaar op ingezet. Ik heb begrepen, en is dat is dus de vraag aan de portefeuillehouder, staan hier bij deze uitbreiding van deze megastal, staan daar ook nog woningen op een afstand korter dan 250 meter van dit gebouw vandaan? En zo ja, u heeft zelf net ook al aangegeven, ja, geur kan een probleem zijn. Wat gaat er dan aan gebeuren? Ik denk dat het meer een feitelijke vraag is, maar als de wethouder daarop kan antwoorden, kan dat natuurlijk. Ja, voor het bedrijf is door de provincie de benodigde natuurbeschermingswet vergunning verleend op 22 december 2015. De wet ammoniak en veehouderij stelt geen beperkende maatregelen aangezien de locatie niet in een WAF-gebied of in een zone van 250 daaromheen ligt. Dank u wel, meneer Bongers. Dank u wel, wethouder Bongers. Excuus. Dan stel ik vast dat er geen andere vragen meer zijn voor het vraaghalfuur. En dan kom ik bij de vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 juni 2018. Van uw kant zijn geen wijzigingen voorgesteld. Daarmee is de besluitlijst vastgesteld. Ingekomen stukken en de behandelvoorstellen daarvoor ook van uw kant geen opmerkingen. Dan kom ik bij de mededeling vanuit het college van BMW. Er zijn een viertal mededelingen. De eerste mededeling is dat het college afgelopen maandag Jan Blauw heeft benoemd tot secretaris, algemeen directeur van de gemeente Ommen. Het ingaan van 1 augustus. Jan Blauw was tot op dit moment interim gemeentesecretaris. En namens u feliciteer ik hem vanaf deze plek.
Verder kan ik u melden dat vandaag het functieboek voor de nieuwe gemeente Olm is gepubliceerd. En dat heeft als titel Werken aan een Smart City op het platteland. Dat is nog eens ambitie, denk ik. En de medewerkers van de bestuursdienst, de medewerkers in vaste dienst, kunnen tot en met 31 augustus reflecteren. Verder kan ik u melden dat vandaag de commissaris van de Koning op bezoek is geweest in Ommen om kennis te maken. En ik heb met Andries Heidema gesproken en we hebben gesproken, het was een persoonlijke kennismaking vanzelfsprekend. Daarnaast over de ontwikkelingen in Ommen en we hebben ook gesproken over de vraagstukken rond de ontvlechting van de bestuursdienst. En hij heeft mij gevraagd u zijn hartelijke groet over te brengen, hetgeen ik hierbij doe. En dat zijn de mededelingen uit het college. Ik kom dan bij agenda punt 6 als hamerstuk. Het ontwerp statutenwijziging en herbenoeming voor de leden van de Raad van Toezicht voor de Stichting Onderwijs Arcade. Dat is vastgesteld. Ik kom bij agenda punt 7, het actieplan Centrum Ommen, ondernemersfonds Centrum Invoering Reclamebelasting. Wie wenst daarover het woord? Meneer Van der Mooren, meneer Moerman, mevrouw Legas, meneer Mors, meneer De Jonge, mevrouw Tuinbeek en meneer Remmers. En dan geef ik graag de heer Van der Mooren het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Vanavond behandelen we de herkansing voor de invoering van de reclamebelasting als de financiële motor van het ondernemersfonds. In 2013 ging de invoering uiteindelijk niet door als gevolg van te weinig draagvlak en de financieringswijze. Nu dus een nieuwe poging. Hierbij willen we opmerken dat we betreuren dat niet alle ondernemers in het belastinggebied zich voldoende gehoord voelen. Maar ons wordt ook gevraagd om knopen door te hakken. En als ChristenUnie zijn we er ons volledig van bewust dat 100% tevredenheid ook niet te realiseren is. Als wij de behandeling in de commissie goed hebben begrepen, dan verschillen de raadsfracties niet van mening dat er een fonds moet komen. Alleen onder welke voorwaarden? De fractie van de ChristenUnie wil heel duidelijk vooropstellen dat het de raad is die besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. Dus ook van een reclamebelastingverordening. En dat alles kunnen we lezen in artikel 216 van de gemeentewet. De raad heeft hierbij grote vrijheden. Zo kan bijvoorbeeld een werkgroep worden ingeschakeld om het voorwerk te doen. Het voorwerk voor de organisatie van een ondernemersfonds. En dat is ook gebeurd in Ommen. Maar nogmaals, ook al hebben we het resultaat van de werkgroep serieus te nemen, het is en blijft de raad die eindverantwoordelijkheid draagt voor het opleggen van de belastingplicht en voor het innen daarvan. Tegelijk heeft de raad ook weer niet een onbeperkte vrijheid voor het opleggen van in dit geval de reclamebelasting. Bij het opleggen van belasting moet raad oog hebben voor het evenredigheidsbeginsel. Een van de beginselen waar de raad rekening mee moet houden. In het algemeen vereist dat beginsel van evenredigheid dat de nadelige gevolgen van een besluit voor één of meer belanghebbenden niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. En toegepast op de invoering van een reclamebelasting houdt dat evenredigheidsbeginsel in dat de maatstaven niet zodanig mogen worden vastgesteld dat de gevolgen voor één of meer belastingplichtigen onevenredig nadelig zijn in verhouding tot de doelen die juist met die belastingheffing, worden gediend. En verschillende ondernemers hebben zich in deze zin, zowel als inspreker in de commissiebehandeling, als ook schriftelijk daarbuiten, mondelinge reacties ook wel, laten horen. En in de commissie bleek een algemeen gevoelen om stichting met een winkel, zo gezegd, in het belastinggebied, en die, zoals dat dan heet in de volksmond, zonder winstoogmerk handelen, om die buiten de heffing van reclamebelasting te laten. Hiervoor is een amendement voorbereid dat ik namens alle raadsfracties wil indienen. Ik zal met uw toestemming, voorzitter, de tekst voorlezen, althans de belangrijkste delen daarvan. Het gaat dus om het actieplan Centrum Ommen. We zijn bezig met agenda punt 7. Onderwerp ondernemersfonds Centrum invoeren reclamebelasting, de Raad van de Gemeente Ommen.
Gelezen het voorstel van burgemeester-wethouders van 5 juni 2018. Zaakkenmerk, komt ie, 204-6463. Documentkenmerk, ook belangrijk, 2225827. Besluit. Het voorliggende raadsbesluit aan te vullen met het volgende punt. Bij het vierde gedachtenstreepje het volgende toe te voegen. Met dien verstande dat stichtingen die een sociaal maatschappelijk doel beogen buiten de heffing reclamebelasting worden gehouden. En als toelichting dat de invoering van reclamebelasting nodig is voor de financiering van het ondernemersfonds om een. Dat de financiële verplichtingen hieruit voortvloeiend de stichtingen met een sociaal en of maatschappelijk doel belasten en die ook dus gelegen zijn ter reclamebelasting gebied van Ommen, dat die onevenredig zwaar worden belast. Getekend door de partijen, maar controleert u zelf. Dank u wel, meneer Van der Moor. Ik stel vast dat het amendement voldoende is ondersteund, want alle fracties hebben meegetekend. Dank u wel. Ik geef u weer het woord. Ik dank u wel, want we hebben inderdaad nog wel wat andere opmerkingen hierbij bij het raadsvoorstel. En hier betrekken we ook uitdrukkelijk de inbreng van verschillende kleine ondernemers. Zo is er bijvoorbeeld kritiek te horen op de tarievenindeling. En als, zoals zo even al gezegd, wij waarderen het werk van de werkgroep. Maar beseffen dat de raad uiteindelijk verantwoordelijk is voor het opleggen van die reclamebelasting. En dat moet ook verantwoord gebeuren. Niet elke ondernemer in het belastinggebied is gehoord, zo horen we. De raadsbrief die wij ontvingen geeft duidelijk aan dat niet alleen de leden van de ondernemersorganisaties zijn geraadpleegd, maar eveneens alle niet-leden gelegenheid hebben gehad zich hierover uit te spreken. Alle ondernemers, dus ook de niet-leden, zijn op 27 maart jongstleden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin de uitgewerkte plannen zijn gepresenteerd. Formeel kunnen we dus stellen dat elke ondernemer kans op inbreng heeft gehad. Maar er zit voor de ChristenUnie ook nog een andere kant aan de zaak. Een informele kant waarbij we oog hebben voor die ondernemer die werkelijk in de problemen komt door invoering van deze belasting. De raadsbrief van 11 juli... die vermeldt dat de staffeling tot stand is gekomen na een zorgvuldige afweging in de werkgroep, waarbij rekening is gehouden met de balans tussen type ondernemers en de beoogde solidariteit van het ondernemersfonds. De onderste categorie van €400 geldt voor panden met een waarde tot €150.000. Dit geldt een relatief grote groep ondernemers. En zo gaat de brief verder. Wijzigingen in de bedragen hebben gevolgen voor de totale opbrengsten die niet zomaar door de rest gecompenseerd kan worden. Wij zijn zo vrij, meneer de voorzitter, om onze vraagtekens hierbij te hebben. En aanhakend bij een mogelijke tegemoetkoming die de raadsbrief biedt aan die categorie ondernemers, wil de fractie van de ChristenUnie het college uitdrukkelijk verzoeken en eigenlijk met zoveel woorden ook wel een toezegging horen om met de ondernemers in overleg te gaan over een andere staffeling. Daar kun je bij denken aan meer categorieën of lagere beginbedragen, bijvoorbeeld iets van 250 of misschien nog wel minder, hogere eindbedragen, met uiteindelijk een gelijke opbrengst, dat weer wel. En in dit verband wil de ChristenUnie ook aandacht voor een evenwichtiger jaarlijkse verhoging van het tarief voor ondernemers. Wellicht een procentuele verhoging, meer aanvaardbaar dan toename van een absoluut bedrag van €25 per jaar. Graag ziet de ChristenUnie ook een toezegging voor de mogelijkheid van betalingstermijnen voor alle ondernemers. Nu wordt de Raad gevraagd om te besluiten dat het ondernemersfonds, met alles wat erbij hoort aan handelingen, wat de invoering van de reclamebelasting betreft, beperken we ons tot dat feit, tot dat belastingfeit. Over de verbijzondering waarop we zojuist doelden, onder andere die tariefdifferentiatie waar ik het over had, daarover komen we later dit jaar met elkaar te spreken als het gaat om de vaststelling van de verordening reclamebelasting en over de belastingtarieven. Het meerjarenbeleidsplan van het ondernemersfonds verwoordt het karakter van de stichting zo. De stichting is een organisatie van en voor alle ondernemers in het centrum van Ommen. In beginsel wordt gedacht aan plus minus 5 bestuursleden van de verschillende bloedgroepen in het centrum.
Wat wordt overigens bedoeld met verschillende bloedgroepen, zo vroegen wij ons af. Zijn dat de branches, de HVLK, Koninklijke Horeca Nederland leden, of toch alle ondernemers, ook de zogezegd niet georganiseerde? Het is ons nog niet duidelijk wie bestuurslid kunnen worden. Wel wordt weer genoemd dat de HVO en de KN bestuursleden kunnen voordragen vanuit de Centrum Ondernemers. De vraag ligt dan voor de hand hoe groot de kans is dat niet HVO en KHN leden kunnen worden voorgedragen. En zelfs worden voorgedragen. Hoe die bestuursvoordracht ook ingericht gaat worden, voor ons staat vast. En we willen dat ook zo vastgelegd zien. Dus dat komt ook neer op een toezegging, meneer de voorzitter. Willen wij vastgelegd zien dat de voorzitter onafhankelijk is en niet een eventueel onafhankelijk voorzitter, een absoluut onafhankelijk voorzitter, om zo verstrengeling van belangen te voorkomen. In het raadsvoorstel wordt alleen in verband met een eventuele overgang van reclamebelasting naar de bedrijveninvesteringszone gesproken over een evaluatie. Als ChristenUnie willen wij de toezegging dat de Raad na invoering van de reclamebelasting jaarlijks wordt geïnformeerd over het functioneren van het ondernemersfonds en over de uitwerking van de reclamebelasting. En in dit verband wijzen wij erop dat het ondernemersfonds 2 maal per jaar met de gemeente overlegt over de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. Dan is er naar de mening van de ChristenUnie ook niet te veel gevraagd om de eerste 5 jaar jaarlijks het effect van de reclamebelasting te evalueren en dat te delen met ons als raad. Ten slotte, meneer de voorzitter, het doel van de oprichting van het ondernemersfonds is de organisatie van collectieve activiteiten en het versterken van de onderlinge samenwerking onder de ondernemers. Wij zijn sterk, zeer sterk geïnteresseerd in het behalen van deze doelen. Ik dank u. Dank u wel, meneer Van der Mooren. Dan heeft meneer Moerman het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Reclamebelasting. Inderdaad, in 2013 aan de orde geweest. Ik zat toen niet in de raad. Ik heb eens even teruggezocht in de raad. Ik heb de commissie ook al aangegeven hoe dat ging. En wat je dan ziet als headlines, wat daar tot stand gekomen is. Na veel geharrewar is de hele boel maar afgeblazen. Laten we dat dan nu vanavond niet doen. Dat is ook de reden waarom wij gevraagd hebben om uitstel. Maar wat is nou een van de... Wat hoor ik nou de laatste maanden heel veel? Het gaat om draagvlak. Draagvlak hier, draagvlak. Het gaat om draagvlak. En wat hebben wij vanavond? Hebben we hier dan voldoende draagvlak? Dat is nou inderdaad de goede vraag. Dat is de vraag waar het om draait. En als je alle ingezonden brieven leest en alle handtekeningen van een aantal ondernemers die dan handtekeningen opgezet hebben, die vragen om uitstel omdat ze zich beter kunnen voorbereiden, omdat ze zich meer kunnen voorbereiden op een dergelijk voorstel, waar ze zeggen, we zijn niet gehoord, we hebben het niet gezien, we zijn te laat, dit en dat en dat en dat. Daarom hebben ze gepleit voor uitstel. Ons inziens zou het uitstel ook geen gevolgen hebben voor de invoering per 1 januari 2019. Maar goed, de meerderheid van de Raad beslist anders. Laten we inderdaad duidelijk zijn, ik ben het eens, meneer Van Mooren, wij zijn niet tegen, we zijn voorstander van de opricht van ondernemersfonds. De stichting is daarbij ook een goede. Als het gaat om een onafhankelijk voorzitter, ja, die toezegging die zou ik ook heel graag willen van de wethouder. Als het gaat om de staffeling, hebben wij ook in de commissie al heel duidelijk gemaakt dat wij daar heel erg vraagtekens bij hebben. Ook daar kan ik heel erg meegaan met de toezegging die de heer Van Mooren graag van de portefeuillehouder wil. En als het gaat om bedragen, dan kom je daarna terug bij de belasting. Verordening. En dan komen we nog op het spreken in november, december. Dus met andere woorden, wij zijn niet tegen het oprichten van het ondernemersfonds. Wel over het feit dat je kunt afvragen of voldoende ondernemers zich hierin hebben kenbaar kunnen maken, hun mening kunnen uiten. En derhalve zou een uitstel tot de eerste vergadering naar het zomerreces ook geen beletsel vormen, maar ons inziens alleen maar zorgen voor meer draagkracht, wat zo nodig is. Om weer niet naar veel geharrewar, maar weer de boel te laten afblazen. Voorzitter, stichtingen zijn genoemd inderdaad. We hebben het amendement mede ondertekend. Onafhankelijk voorzitter inderdaad is genoemd in de hele orde. Staffeling, de ondergrens, die moet echt naar beneden. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Voorzitter, tot zover. Eerst het tweede. Dank u wel. Dank u wel, meneer Moerman. Mevrouw Lagas, mag ik u het woord geven? Voorzitter, dank u wel.
Wie beter dan ik weet hoe lastig dit dossier is. 2 keer mee bezig geweest. Dit keer een andere basis gekregen. En volgens mij is die basis goed. Want wat ik vanavond nog niet gehoord heb, en wat ik jammer vind, is dat de basis is gelegd bij het actieplan Centrum vorig jaar. Daar is een hartstikke mooi plan door de Raad aangenomen van het actieplan Centrum. Ik wil dan ook graag op deze plek nog wethouder De Keurs daar een compliment voor geven. Die heeft daartoe samen met iedereen die eraan mee wilde doen, dat kon ook, iedereen kon gewoon meedoen, kon erbij aanwezig zijn, is dat opgesteld en het is in de Raad aangenomen. En in dat actieplan zit heel eenvoudig het ondernemersfonds. Toen geen zienswijze op geweest. Niet tegen geageerd. Geen problemen. En het is misschien een beetje een vreemde metafoor met dit mooie weer, maar zo'n ondernemersfonds vult zich nou eenmaal niet met de eerste de beste regenbui. Dat is gewoon centen, plat. En daarom zijn wij als VVD zo blij met het voorstel zoals het er nu ligt. Ik kom later terug nog op de dingen die rondom staffeling. Er zit geld van de gemeente in, er komt geld van de ondernemers in en er komt geld van de provincie in. Betrokkenheid, werd net ook leven genoemd, ontzettend belangrijk. En daarom zijn er ook 101 uitnodigingen de deur uitgegaan in maart om mee te praten over dit onderwerp. En dan is de betrokkenheid toch wel erg mager wanneer daar 5 horecabedrijven en 20 detailhandelsbedrijven op afkomen met in totaal 32 personen. Draagvlak creëren is ook verantwoordelijkheid van de andere kant. Je zult je ook als ondernemer moeten laten horen. Je zult je ook op het moment dat je uitgenodigd wordt om je te laten horen, moet je daar ook zijn. En het spijt ons ontzettend dat het niet gebeurd is. En dan kan ik me voorstellen dat mensen op het moment dat het tot betalen aankomt, in één keer denken, hoe, help, hier heb ik eventjes niet op gerekend, wat gebeurt hier? Ik kom zo op die staffeling terug, ik heb het al toegezegd. Er is een werkgroep aan de gang gegaan en die heeft het opgepakt. En dat wat er uitgekomen is, dat ligt nu voor ons. Wij gaan zo meteen, dat is al eerder aangegeven, meneer Van der Mooren die wees daar terecht op. Wij beslissen nu op het instemmen met oprichting van de Stichting Ondernemersfonds. Wat ons betreft ook met een onafhankelijk voorzitter. Heel erg belangrijk. En betrek ook vooral de mensen die stichting oprichten, betrek ook vooral de niet georganiseerde ondernemers daarbij. Want een van de grote gevaren die zij zien aankomen is dat ze niets kunnen zeggen over de besteding van de gelden. Daar gaan ook allerlei wildwestverhalen alweer over rond. En juist die stichting is daar zo belangrijk voor. In ons raadsvoorstel staat ook een heel mooie begroting, wat je kunt verwachten. En dat is veel meer dan alleen maar evenementen. Dat is ook de kwaliteit in het centrum en daar heeft iedereen belang bij. Daarnaast stemmen wij in met de uitvoeringsovereenkomst. Nou, dat is techniek. Financieringsfonds stemmen we mee in. En we geven het college, en daar komt die, de opdracht om te gaan uitwerken. En dan tot die belastingverordening te komen. En dan kom ik dus op die discussie van de tarieven en de staffeling. Volgens mij zit daar best wel ruimte in. Volgens mij is daar naar te kijken. En ik ben ervan overtuigd dat ook de mensen die in de werkgroep actief zijn geweest, daar best nog wel eens naar willen kijken. En zoals het met alle belastingrichtlijnen gebeurt, dat is, want wij leggen, meneer Van der Mooren wijst daar terecht op, wij leggen hem als gemeente op, heb je ook te maken met kwijtscheldingsmogelijkheden. Volgens mij moet dat ook gewoon in die verordening opgenomen worden. Want het kan niet zo zijn dat mensen onder het bestaansminimum komen door dit soort regelingen. Die discussie over die tarieven, die volgt nog in december. En wat mij betreft is er nog meer dan voldoende ruimte om met elkaar en met de politiek in gesprek te gaan over die tarieven en over die staffeling. Wij zijn ook akkoord met het amendement rondom de stichtingen. De insprekers vorige keer in de commissievergadering, die sloegen daarin gewoon de spijker op de kop. Dat zijn gewoon geen winstgevende organisaties. En de meneer van de Wereldwinkel die gaf ook terecht aan. Wij draaien op vrijwilligers en dat is ook zo. En dat zijn belangrijke mensen in onze samenleving. En daarom steunen wij ook van harte dit amendement. Wij zijn daarom ook akkoord met het voorstel zoals het hier ligt. Vraag aan het college om te kijken, zorg voor te dragen dat er met de op te richten stichting uitgegaan wordt van een onafhankelijk voorzitter. Dat er gekeken wordt of mensen die op dit moment niet georganiseerd zijn, in welke organisatie dan ook, deel kunnen gaan uitmaken van het stichtingsbestuur. En dat er ruimte blijft voor discussie, voor de staffeling van de tarieven, zoals we die straks in december met elkaar moeten gaan vaststellen. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Legas. Meneer Mors, dan heeft u nu het woord. Dank u zeer, voorzitter. Laat ik bij het eind beginnen. Wij stellen voor
dat wij instemmen met het voorstel. Namelijk dat we het mogelijk maken om straks reclamebelastingen te heffen. Maar niet met alle voorwaarden zoals die nu voorliggen. Want hoe, aan wie en onder welke voorwaarden we straks besluiten om belasting te heffen, dat besluiten we daadwerkelijk in het najaar bij de begroting van 2019. We zouden dan zelfs ook nog kunnen besluiten, als alle donderwolken nog steeds boven ons hangen, om het niet te heffen. Wij willen wel inbrengen dat de verhouding, het is al meerdere malen genoemd, tussen de 400 en de 700 euro eigenlijk, in verhouding tot de grootte van de ondernemingen en de achtergronden daarvan, dat die verhouding een beetje zoek is. En in het kader van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en proportionaliteit willen wij dus ook vragen om alle ondernemers, en daar willen we het college voor uitnodigen om daar actief ook aan mee te werken, alle ondernemers uit Ommen opdracht te geven om mee te denken hoe te komen tot een wel werkbare staffel. En dan niet alleen voor de bestaande ondernemers, maar ook voor nieuwe ondernemers, want die hebben we ook nodig straks. Dus ondernemers, niet achterover zitten, maar gewoon meedoen, doen. Volgens ons geeft dat straks een positieve impuls voor het hele centrum en aantrekkelijkheid van het hele centrum. En dus ook weer voor wat ik net genoemd heb, de nieuwe ondernemers. Die komen dan graag naar Ommen, omdat er veel wordt georganiseerd door de stichting, waardoor het aantrekkelijk wordt. En dat willen we hebben. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Morst. Meneer De Jonge. Het wordt spannend, meneer De Jonge, als ik u zo de mouwen zie opstropen. U heeft het woord. Als u uit beeld bent. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk, voorzitter, symbool voor aanpakken. En voorzitter, want mevrouw de gast en andere voorgangers gaven het ook al aan. Want als we terugkijken naar 2013... En daarna heeft hier in deze raadzaal heel wat discussie plaatsgevonden over die ondernemersbelasting in diverse vormen. En voorzitter, waarom is het toen niet doorgegaan? Omdat er geen draagvlak was. En iedereen een mening had over de verdeling van de gelden. He, want we hadden op een gegeven moment een heel mooi plan waar alle ondernemers in Ommen aan mee zouden doen, inclusief de LTO, dus een landbouworganisatie. Daar ging iedereen die wilde een claim leggen op de bedragen die wij ter beschikking kregen. Voorzitter, en volgens mij, hè, en ik weet niet of mevrouw Legas dat wilde, maar moet je dat niet meer hebben? Moet je geen tweespalt hebben? En als ik het nu kijk, en je kunt zeggen van mening verschillen, van dat iedereen betrokken is en iedereen erbij betrokken had kunnen zijn, voorzitter, en dat zal misschien theoretisch zo zijn geweest, maar praktisch en gevoelsmatig niet. Want was dat wel zo geweest, dan hadden wij van mevrouw Kleine-Heerbrink namens vele ondernemers niet een brief gehad met handtekening van uitstel waar zij nog ruimte zoeken van om verder wat inbreng te krijgen. Voorzitter, en daar heeft iedereen wat voor gevonden. Want ik hoorde net, voordat ik hier de raadzaal binnenkwam, al geroezemoes daarover. Maar ik waardeer dat. Ik waardeer dat iemand, hè, want zo hoort het ook, lef heeft om aan te geven van dat er iets misgegaan is. Of dat ze het gevoel hebben dat er iets misgegaan is. Maar dat ze graag over de uitvoering van die reclamebelasting mee willen praten. En ook nog misschien een beetje aan de kantjes willen schaven om met die staffeling de onder- en de bovengrens wat kunnen doen. En over de besteding wat kunnen doen. Voorzitter, en wat mij betreft, en ik daag u als college daarvoor uit, gaat u namens de gemeenteraad supersnel faciliteren dat iedereen weer aan de tafel komt en dat alle neuzen, nou iemand zei eens tegen mij van als alle neuzen dezelfde kanten staan, dan sta je met de neus in anders rug te krijgen, dus dat moet je ook niet hebben. Dus zorg ervoor dat iedereen in de cirkel komt te staan en dat we allemaal hetzelfde beeld hebben. En je hoeft het niet allemaal, Wim is het niet meer mee eens zie ik, maar dat iedereen gelijk inbreng kan hebben en dat in kan brengen van waar Ommen blij mee is. En waar Ommen blij mee moet zijn, dat is inderdaad wat we aan hebben gegeven van dat we een sterk centrum moeten hebben. Voorzitter, want ook wij hebben een beetje zitten twijfelen van, moeten we nou meegaan met die brief om uitstel te vragen? He, en ja, gisteren hebben we informeel daar een beetje over gesproken van, dat had gekund, hè, want er is nog ruimte genoeg tot december, de begrotingsbehandeling, om die uitstel te doen. Maar wij zijn eens teruggegaan naar de realiteit. En de realiteit is dat we nu akkoord gaan
Want wij zijn er voorstander van, dat heb ik in de commissie ook al gezegd, van een reclamebelasting. Wij zijn akkoord met de reclamebelasting innen, maar dan de stap maken van de betrokkenheid, het hoe. Want het wat is vastgesteld, daar heeft mevrouw Legas ook groot gelijk in gehad. Want de mogelijkheid is, en daar hebben we ook al de baas van geluidszender geen insprekers geweest, maar daar ging het over het wat. En nu moeten we het hebben over het hoe. En het lijkt me gewoon goed dat, dat u daar massaal iedereen bij betrekt die daar een rol in heeft. Voorzitter, want ik zou me kunnen voorstellen, want als je de uitvoeringsplannen bekijkt en in verhouding met degene de cirkel die belasting moeten betalen, dan zouden we ook goed eens moeten kijken van welke maatregelen neem je buiten het centrum, de Schuringstraat, Julianenstraat of andere kleine hoeken in onze gemeente. Want als je wat geld wil besteden, dan moeten we ook die mensen, die ondernemers erbij betrekken en zorgen dat er in dat deel van het centrum ook reuring komt. Voorzitter, ik heb de heer Van der Moor beloofd dat ik niet te veel uit zijn betoog zal overnemen. Maar hij geeft het lang dat we hem oppikken. Maar wij zijn in ieder geval voorstander van om een onafhankelijk voorzitter. Om in ieder geval even goed te kijken van hoe u in de verordening neerzet van hoe we die subsidie gaan verlenen en hoe die stichting ingericht wordt. Want ja, ik heb het in de commissie ook al aangegeven, wij kunnen ons volgens mij als gemeenteraad niet meer de discussie veroorloven dat we in een soap terechtkomen die in het verleden wel eens gehad heeft met een stichting promotie om. Het moet gewoon helder zijn wat er met het belastinggeld gebeurt. En daar past een begroting bij, maar daar past ook een jaarrekening bij. En ik verwacht dat u als college er zorg voor draagt dat daar een heldere verordening over bij ons voorkomt te liggen. Nou, voorzitter, dan nogmaals, want ik deel wat de heer Moerman heeft gezegd, want we hebben onze mond vol over burgerparticipatie en dat is misschien ook wel allemaal een beetje een gewenningsproces. En laten we nu voor zorgen dat we hier in de herstad proberen om de zaak goed neer te zetten en nogmaals om alle mensen erbij te betrekken. Ja, voorzitter, ik was wel zeer verheugd, moet ik dan tenslotte even aangeven, met de raadsbrief die daar op 12 juli aan ons gepresenteerd werd. Want ik had in de commissievergadering een beetje een raar gevoel bij de uitspraak van de wethouder. Want als we het hebben over participatie, hoorde ik hem zeggen van ja, maar ik heb zaken gedaan met de Koninklijke Horeca Nederland en met de HVO. En daar moet u het maar mee doen. Ja, voorzitter, en gelukkig is er in de brief aangegeven dat er nog meer in de wereld is en hierin om dan die twee organisaties, want we hebben wat meer ondernemers. En ik vertrouw erop en ik hoop op die toezegging dat u daarmee daadkrachtig met de mouwen opgestropen aan de slag gaat, dat we een super ommer krijgen. Dank u wel, meneer De Jonge. Mevrouw Tuinbeek, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. We hebben het vanavond over de invoering van reclamebelasting in Ommen. Dit is een onderdeel van het eerder door ons goedgekeurde actieplan Centrum Ommen, het ondernemersfonds Centrum en de invoering van reclamebelasting voor Ommen. Het CDA heeft in de raadscommissie vragen gesteld over hoe om te gaan met winkels die geen winstoogmerk hebben, zoals stichtingen. Deze en ook andere vragen van het CDA rondom de invoering van de reclamebelasting zijn door de portefeuillehouder in de commissie naar tevredenheid beantwoord. Onze dank hiervoor. Ondanks alle vragen die we hadden, is het CDA van mening dat het actieplan Centrum Ommen met daarbij een ondernemersfonds en invoering van reclamebelasting voor Ommen van groot belang is. De werkgroep heeft hiermee goed werk geleverd. Met dit plan kan de economische vitaliteit van het winkelgebied worden behouden, maar ook worden ontwikkeld en versterkt. Daarnaast kunnen allerlei activiteiten en evenementen worden bekostigd. Wel blijven er vragen over het draagvlak wat ons betreft. En dan met name daar waar het gaat over kleine ondernemingen. In hoeverre zijn zij nu actief betrokken? We hebben als raad een brief gekregen waarin een dringend verzoek wordt gedaan om deze groep alsnog beter te betrekken en de invoering van de belasting uit te stellen. Uitstellen is wat ons betreft niet aan de orde. Wel vinden we dat grote en kleine ondernemingen samen om tafel moeten, na de zomer, om te kijken hoe we een betere verdeling van de kosten kunnen krijgen. Ten slotte beslissen we pas in december over de hoogtes en de staffeling van de reclamebelasting. Dus we hebben nog even de tijd. Ten aanzien van de invoering van de reclamebelasting wil het CDA ook nog benadrukken dat wij van mening zijn dat stichtingen buiten de heffing reclamebelasting moeten worden gehouden. Het CDA steunt dan ook het amendement dat door de ChristenUnie namens de voltallige raad is ingediend. Ook een onafhankelijk voorzitter heeft onze voorkeur.
Het CDA wil daarnaast de hoop uitspreken dat door de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen de nieuwe overkoepelende organisatie van en voor alle ondernemers in het centrum nog meer synergie en samenwerking tussen de ondernemers van Ommen zal ontstaan. Even een korte samenvatting. Het CDA is voor invoering van de reclamebelasting, dus geen uitstel. Grote en kleine ondernemers moeten nog wel aan de slag slaan om samen om tafel om te kijken of er een nieuw voorstel komt richting de gemeenteraad, daar waar het gaat om de hoogtes en de staffeling van de reclamebelasting. En in december liggen de verordeningen voor en dan besluit de gemeenteraad over de tarieven. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Taanbeek. En als ik het goed heb, is dit de eerste keer dat u spreekt in deze raad. En mag ik u daarmee complimenteren met uw maiden speech? Ja, u trilt een beetje, maar dat is ook een mooi en belangrijk moment. Dank voor uw inbreng. Meneer Remmers, mag ik u het woord geven? En voor u is het niet een maiden speech, dat weet ik zeker. Het zijn soms kleine woordjes die je doet, meneer Marsman. Ik kan me natuurlijk heel makkelijk vanaf maken, voorzitter, met zoveel wijze sprekers voor mij. Mag u niet al te veel originaliteit meer van me verwachten. Dus laat ik het kort houden. Als LPO zeggen wij invoeren. Laten we dat voorop stellen. Wat we willen is een actief en attractief Ommen. Dus in de woorden van de commissie richting de portefeuillehouder, niet of, maar hoe. Daar waren we duidelijk over vorige keer, denk ik. En dan dus richting die Moerman. Wat dat betreft is uitstel dus niet nodig, want wat u wil, daar zitten we niet zo ver uit elkaar. Alleen dat kan nog na dit besluit. Dus laten we alles proberen op een goede manier te regelen. Ja, het amendement is daar een eerste stap in. Die leggen we vast dat de stichtingen daarin zijn vrijgesteld. Er is voldoende gezegd over de staffel. Er is ook gesproken over een percentage in plaats van een absoluut getal. Want als je het absoluut getal weer een percentage gaat uitrekenen, dan varieert het ten opzichte van de huidige bedragen tussen de 12,5 en de 3 ongeveer, snel uitgerekend. Nou, dat lijkt me niet helemaal fair, dus ik denk dat een percentage meer op zijn plaats is. Nog wel, en die is nog niet genoemd vandaag, wil ik toch nog wel een keer benadrukken, de perceptiekosten zoals het zo prachtig heet. Als LPO hebben we de vorige keer onze verbazing al over uitgesproken. Die wil ik nog een keer herhalen en ik hoop dat de wethouder mij toezegt dat je dat in ieder geval tot een minimum zal beperken. Laat ik het dan maar zo uitdrukken. De onafhankelijk voorzitter is genoemd, de evaluatie. En ik denk dat we daar nog wel een heel belangrijk punt hebben. Het is een nieuwe stap in het maken van een nog, wat ik al zei, actief en attractiever Ommen. Een nieuwe stap ook voor ons als raad. Maar zeker ook voor alle deelnemers die hier straks mee te maken krijgen. En ik denk dat het dan zeer van belang is dat we zeker na een jaar, en of dat 5 jaar volhouden, dat zullen we dan wel gaan bekijken. Maar in ieder geval het eerste jaar heel nadrukkelijk met elkaar om tafel gaan. Met alle partijen. Van wat hebben we ervaren? Wat hebben we gemerkt? Wat zijn de positieve, dan wel de negatieve ervaringen die we opgedaan hebben? En laten we de ogen open houden en op dat moment kijken van wat moeten we bijstellen? Wat moeten we doen? En laten we dat alsjeblieft met z'n allen doen. Laten we er iets moois van maken. Dank u wel, voorzitter. Meneer Remmers, dank u wel voor uw inbreng. Wethouder Jasper Svaaier, mag ik u uitnodigen, want er is nogal gevraagd om wat toezeggingen, om eens te kijken wat u daarmee kunt. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat democratisch Nederland altijd wordt geleerd, pas op met de veelbelovende wethouder. En ik leer al hoe meer als je ambtenaar bent en er komt een nieuw college, dan zit je met spanning te luisteren en te wachten, wat gaat die toezeggen? Want elke toezegging is een bak werk, tenminste heel vaak wel. En moet je ook kijken, is die haalbaar, klopt die, is die juridisch uit te voeren, enzovoort, enzovoort. Ik geef hier mijn kleine schot voor de boeg, dat ik me wil houden bij mijn eigen les, maar absoluut ook rekening wil houden met alles wat gezegd is, wat ik terug luisteren in alle bijdragen is inderdaad niet de vraag of, maar hoe. En voor mij is dat hoe heel erg. Ik vertaal dat in de kaderstellende zin van u als raad. Hoe houd je rekening met de kaders die u bijgesteld wilt hebben? Ik neem u even mee terug in het perspectief ver weg. Ik zag hele inspirerende mensen, motiverende woorden, heel enthousiast. We gaan voor een super Ommen, dat soort dingen. Attractief Ommen, sterk centrum, vitaal centrum. Niemand van ons zou dat niet willen. Dus dat vind ik mooi. Alleen de realiteit is dat we ons vinden in de dag van vandaag. We zeggen met elkaar, en ik ben het helemaal met mevrouw Lagasse eens, we hebben een actieplan met elkaar en dat is eigenlijk ons spoorboekje voor de komende tijd.
Er zijn al dingen in gerealiseerd, andere dingen zijn gaande. En ik heb ook gezien in het spoorboekje, daar komen ook bijvoorbeeld alle vragen die ook werden gesteld. Wat doen we dan aan die randzone? Nou, ik zou bijna zeggen, als u zegt ik ben het spoorboekje kwijt, helemaal niet erg. Vraag de griffier, hij stuurt het met plezier vast naar u opnieuw toe. Dat wij ons opnieuw oriënteren op dat spoorboekje. En ik zou eigenlijk ook een schot voor de boeg willen geven voor de collega Schelen met omgevingsvisie TZT. We hebben een pracht van een gemeentelijk ontwikkelingsplan. We hebben dit spoorboekje Actieplan Centrum. En als u als raad zegt van ik wil die koers een tikkie bijgesteld hebben, u heeft alle vrijheid wat mij betreft. Maar ik doe het als portefeuillehouder wel met het spoorboekje Actieplan Binnenstad. Maar ik houd wel rekening met inderdaad de bijstelling die u vraagt in het invoeren van dit hoe. Ik zeg ook heel eerlijk waar ik een beetje moeite mee heb. Waar ik een beetje moeite mee heb, dat is hoe kun je nu rekening houden met niet georganiseerde ondernemers en hen nu behandelen als een georganiseerde partner. Wat zeg ik hier een beetje in geheimtaal? Dat is van, we zitten op de dag van vandaag, er zijn ondernemers wel georganiseerd en er zijn ondernemers niet georganiseerd. Onze wens is dat over 5 jaar alles top georganiseerd is. U als raad vraagt en in die 5 jaar, alsjeblieft, wethouder, er zitten stapjes in van 1 jaar. Hoe zit het dan tussentijds? Ik begrijp dat. Dus ik doe heel rap die toezegging. Die kunt u zo incasseren. Inderdaad, jaarlijks wordt u met een rapportage op de hoogte gehouden met een evaluatief karakter. Dus ik zal vragen aan de werkgroep, maar dat is wel mijn positie. Ik kan niks eisen, maar ik zal u straks uitleggen hoe ik dat bedoel. Vragen aan de werkgroep, houdt u er rekening mee. Het punt wat ik dan wilde benoemen, dat is vertrouwen en ook vertrouwen in het loslaten. Ik denk dat dat ook nieuw is voor de raad. Ik denk dat dat ook nieuw is voor ons als bestuur. Wat bedoel ik hiermee? Er is een werkgroep die heeft voorbereidend werk gedaan. Heel veel vragen neigen ernaar om delen van het werk over te doen. Ik zou zeggen, dat is op zich niet erg, maar vertaal dat in een vraagteken. En weet u zeker dat we dat op die manier willen? En kunt u dat laten zien? Dus ik voelde meer voor om de werkgroep uit te dagen om in dat aanloopje van nu, na die 5 jaar, te zeggen betrek iedereen erbij, dan dat u mij als het ware de aap op de schouder zet en doe dat proces eens over totdat er voldoende draagvlak is voor alle kleine ondernemers en dan gaan we verder. Dat zou ik u afraden. En waarom? Ik denk dat het niet bijdraagt aan helderheid, hoe sympathiek ook bedoeld. Het signaal bijvoorbeeld van een werkgroep dat er een onafhankelijk voorzitter gewenst is, is van henzelf afkomstig. Ik vind dat een prachtig mooi iets. Dat ik het kan garanderen, dan zeg ik van nee, dat kan ik niet garanderen. Wat ik wel kan doen is opnieuw de wens van de raad met kracht onder de aandacht brengen. Ik voorspel u, daar zal geen weerstand zijn. Maar ik ga niet over die statuten. Wat u wel kunt doen, en daarmee help ik u ook straks in uw kaderstellende rol, dat is hoe stelt u de kaders? En een van die dingen is dat u ook zegt, van houd dan rekening met die kleine ondernemers, dat ze ook aansluiting kunnen vinden vanaf nu, het jaar nul zou ik zeggen, de invoering van het ondernemingsfonds, naar het loopje in die 5 jaar. Dan ben ik het met u eens, als u ervan overtuigd bent, gehoord hebben de insprekers, gehoord hebben de, of gelezen hebben de brieven, gehoord hebben de, wat men zegt en hoe u zich geïnformeerd hebt. Dan zou ik zeggen, als die staffeling van 400 tot 700 te veel is, en heel terecht, ik vond het scherp opgemerkt, er wordt van u vanavond niet gevraagd om met die 400 tot 700 staffeling in te stemmen, maar u zegt, we dagen u uit, kom eens met een paar opties, zo vertaal ik het, dan zeg ik die ook toe. Maar dan ga ik terug naar de werkgroep, en dan zeg ik, werkgroep, de raad stelt het kader een beetje bij op het invoeren, op het hoe met die verordening. En ik wil ook heel graag een waarschuwing plaatsen, voorzitter, dat we in december straks niet de discussie op het of overdoen, maar echt op het verhaal van de staffeling of een percentage, waarbij u bedoelt het aanhaken van de kleine ondernemers, dat iedereen kan meedoen, dat het een open proces is, ook financieel, dat ze kunnen meedoen en dat het kan groeien. Waarbij ik zou zeggen, het totaal wat op te brengen moet zijn in de komende jaren, en dan verwijs ik naar het meerjarenbeleidsplan, wel opgehoest moet worden. Nou, ik denk dat dat de lijn is. Als ik u die schets, dat is wat u bedoelt, zet ik me voorin. Hoe hard is dat? Ik zou zeggen, dat mag u telkens bij de rapportages en de evaluaties zelf bepalen. Waarom? Omdat we jaarlijks de subsidie geïnd uit de reclamebelasting aan de stichting overmaken. En dat is geen blinde check. Maar dat is op basis van het plan. Dus het meerjarenbeleidsplan wordt opgeknipt in een jaarplan. En als u zegt, ik heb daar geen vertrouwen meer in,
Ik zou zeggen, in het allerergste geval, hoppakee, stekker draait. Maar daar zijn we helemaal niet op uit. Daar bent u als raad niet op uit. Daar zijn de ondernemers niet op uit. Dus dit is eventjes in vogelvlucht de grote lijn. Als ik de vragen belangs ga, dan denk ik dat ik daarmee een deel gehad heb. Ik deel met u wat de ChristenUnie ook zei en ook herhaald is door anderen. Waardering voor de werkgroep, maar aandacht voor de kleine ondernemer. Ik heb daar net wat van gezegd. De onafhankelijk voorzitter. Ik hoop dat u gerustgesteld bent. Dit is voor mij het loslaten in vertrouwen. Als iedereen hetzelfde wil, zou ik zeggen, laat het even los. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb het nog gecheckt, mondeling, afgelopen week. Het is me verzekerd. Zoals ik het nu zeg, is het mij ook gezegd. Even kijken. PvdA-fractie. Dank voor uw inbreng, zou ik zeggen. Het is inderdaad de cruciale vraag. Is er voldoende draagvlak voor het invoeren ook van een belasting? We hebben daar een hele verhandeling van gehoord. Van raadslid Van der Mooren van de ChristenUnie. Ik zou zeggen, dat is inderdaad heel cruciaal. Maar in de context, die belasting is niet een plaagmaatregel van betaald even, want we hebben geld nodig. Nee, die staat in de context van, nou, ik denk dat we met elkaar daar genoeg van gedachten over hebben gewisseld. We willen namelijk dingen bereiken. En ik denk ook dat waar we nu staan qua proces, die context, dat die nog nooit zo ver is geweest als dat die heden ten dagen is. Ik spreek daarvoor mijn dank uit aan mijn voorgangers. Want hier ligt een mooi dossier, veel voorbereid werk, maar dat is allemaal niet van de laatste maand. Dat kan ik u verklappen. Dan kijk ik eventjes naar D66. Ik heb erop geschreven in hoofdletters doen. Inderdaad, alle ondernemers erbij, heb ik net van gezegd. De VOV-fractie. U daagt ons uit, daar houd ik van. De werkgroep houdt er ook van. Er ligt inderdaad die klus. Er is reuring nodig. Onafhankelijk voorzitter heeft u benadrukt. Dat krachtig aan de slag. Ja, ik zou heel graag willen dat na vanavond de werkgroep inderdaad doorgaat. De stichting wordt opgericht en de stichting vorm geeft aan de kaderstelling die u duidelijk heeft aangegeven, mijns inziens. En ik zal me in die fase daar heel actief mee bemoeien. Dat zeg ik u toe. De CDA-fractie. U heeft heel veel dingen benoemd die voorgangers ook al hadden benoemd. Maar ik vond het een mooie inbreng. Dank u wel. Ook voor het compliment, voor het proces. U benoemt het woord synergie. Dat is inderdaad wat we denk ik moeten zoeken de komende jaren. Dat het niet meer, wat zou ik zeggen, een los zand is. Maar dat ondernemers elkaar weten te vinden. Maar het collectief van ondernemers ook de gemeente. Zodat we in een partnerrol zitten. En dat klinkt allemaal heel modern. Maar wat bedoelen we daarmee? Dat is, het is niet een probleem van of die groep of van die groep. Je legt het daar op tafel en je zegt, en elk vanuit zijn eigen onderscheidende rol, wat gaan we daar aan doen? Dan de LPO-fractie. Staffel of percentage. Ik zal even kijken of ik dat kan toezeggen. Ik denk wel in de opties daarmee rekening houden met de werkgroep. Dat u inzage krijgt in, als je dat totaalbedrag door de jaren wilt ophoesten. Hoe zit dat in de staffelsystematiek? Waarbij 400, 700 ook nog een andere range kent. Maar ook nog een percentage van de waswaarde. Dat kan ik u toezeggen. Ik weet niet of de Griffie dat als een toezegging zou moeten noteren, maar het is voor mij logisch dat de perceptiekosten tot een minimum worden beperkt. Ik zou zeggen, dat is gewoon het vertrouwen in hoe wij belasting heffen en innen. Daar zijn mensen voor die dat kunnen en die dat absoluut doen. Ik weet zo niet meer welke fractie het was, maar de vroege fractie ook heel specifiek. Krijgen we straks bij het vaststellen van de verordening ook nog de gelegenheid om vast te stellen dat die hardheidsclausule in werking is? Ja, dat is zeker, want dat geldt volgens mij voor generiek belastingbeleid van de gemeente, maar ik zal er specifiek nog eventjes op toezien daar. Al zeg ik u wel dat het een hardheidsclausule echt een hardheidsclausule is. Er moet echt sprake zijn van een schrijnende situatie en niet een tranentrekkend verhaal waar een ander van zegt, ja, ik heb wel betaald, maar ik denk dat we dat met ons allen weten. En dan rond ik af, zoals ook de LPO-fractie afronden, de evaluatie, nieuwe stap, ook voor ons als raad. Ik heb het al eventjes benoemd, ik ben het van harte met u eens. Ik vind het historisch voor Ommen dat we op dit punt staan.
dat ik hoor, voorzitter, in de raad dat er draagvlak is voor invoering van het ondernemersfonds, gevoed via de constructie van reclamebelasting. Dat er een draaiknop in zit voor de raad, middels die subsidierelatie. En dan denk ik, ja, dat is niet een relatie die hard is, maar wel zakelijk is, ook helder is. Maar dat is ook een relatie waarin die leerpunten telkens worden ingebracht. En dat vond ik een hele mooie. En als wij een lerende houding hebben, dat geldt voor ondernemers. En dat zei mevrouw Lagas heel mooi, dat geldt ook voor de andere kant. Als je niet mee hebt gedaan, ik zou zeggen welkom, want het is echt de bedoeling dat het een gezamenlijk iets wordt. Dan geldt het voor u als raad, geldt het voor ons als college en het samenspel in Ommen. Ik weet zeker dat we het kunnen en dan wordt het een heel mooi ding. Dank u wel. Wethouder, er is nog één punt blijven liggen. Zou u nog willen reageren op het amendement dat is ingediend? Wat goed. Ja, natuurlijk. Ik had het verschillende keer opgeschreven. Die fractie is akkoord met het amendement voor de stichting en die fractie. En nu sla ik het over. Sorry. Dan moet ik eventjes. Ik heb het niet bij de hand. Ik pak het even. Momentje. Ja, ik heb het. Voorzitter, ik had het al op hoofdlijnen gezien. Dus dat de raad voorgesteld wordt bij het vierde gedachtenstreepje het volgende toe te voegen. Met dien verstande dat stichtingen die een sociaal-maatschappelijk doel beogen buiten de heffing reclamebelasting worden gehouden. Met de toelichting bij. Voorzitter, ik denk dat dit college niet anders wil dan rekening houden met dat als de stichtingen die een sociaal-maatschappelijk doel beogen, buiten de reclamebelasting worden gehouden, als dat niet de doelgroep is van het winkelgebied, maar er wel in verkeren, dat het A, geenszins de opzet was om die uit te sluiten van u mag daar niet gehuisvest zijn, laat het duidelijk gezegd zijn, maar dat we met plezier daarmee rekening houden en dat ik hiermee terugkom bij de uitwerking richting verordening. Dat betekent dat ik namens het college van harte toezeg dat we eigenlijk achter dit amendement kunnen staan. Dank u wel. Hoor ik u zeggen, wethouder, dat u geen bezwaar heeft en het overneemt. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dan komen wij aan het einde van de eerste termijn. Dank ook, wethouder, dat u nog de rolverdeling tussen de op te richten stichting en de werkgroep die daar nu mee bezig is en de gemeente heeft scherp neergezet. U heeft een aantal toezeggingen gedaan, ik zal het kort even herhalen. Aan de werkgroep de oproep om rekening te houden met op dit moment niet georganiseerde ondernemers. Er is een evaluatie jaarlijks toegezegd. U bent ingegaan op de onafhankelijk voorzitter. Daar gaat de gemeente op zich niet over, maar u heeft wel begrepen van de werkgroep dat ook zo zal worden ingevoerd. Dus daar wordt u ook tegemoet gekomen. U heeft aangegeven dat er zal worden verzocht om een aantal opties voor staffeling voor te leggen. Die zullen dan in november aan de orde komen. De werkgroep zal daarom worden gevraagd. Binnen het kader van de geraamde opbrengst, dat heeft u toegezegd. En het algemeen uitgangspunt van goed overheidsbestuur dat de perceptiekosten zo laag mogelijk zijn, heeft nog een keer onderstreept. Ja? En het amendement. En van het amendement heeft u gezegd dat het college daar geen bezwaar tegen heeft. Dank u wel, wethouder. En zo houden we elkaar allemaal netjes bij de les en dat moet ook. Wie mag ik het woord geven in tweede termijn? Mevrouw Lagas, meneer Van der Mooren, meneer Mors, mevrouw Tuinbeek. Verder niets. Dan begin ik met mevrouw Lagas. Voorzitter, dank portefeuillehouder, wethouder voor de antwoorden of de betoog wat u eigenlijk hield op basis van onze inbreng. Het was niet allemaal als antwoord bedoeld, maar ook ondersteuning van het breed gedragen verhaal. En het breed gedragen kwam in eerste termijn bij de collega's natuurlijk ook langs. Wat ons partij betreft, want u stelde hem min of meer even indirect als vraag, het proces natuurlijk niet overdoen. Het gaat erom dat daar waar nog inbreng is of gevraagd wordt van derden of van mensen die zich niet gehoord voelen over de staffeling, dat dat ingebracht kan worden. Wat ons betreft is dat meer dan voldoende, want het hele proces om te komen tot reclamebelasting zou ik er echt niet over willen doen, want dan gaat het echt niet lukken. En dan had ik nog dank voor uw toezegging om naar die harthuisclausule te kijken. Dat is erg belangrijk. Stichtingsbestuur onafhankelijk, ja, dat volgens mij. En we sluiten ons nog even aan, dat hadden we in eerste termijn niet gedaan bij het totale bedrag, dat het daar binnen moet blijven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lagas. Meneer Van der Mooren.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik kan het mezelf in zoverre makkelijk maken dat iets wat ik de portefeuillehouder meende te horen zeggen, door u op zo'n manier werd verwoord dat dat al een antwoord op mijn vraag was. En ik zal zeggen waar het om ging. Ik meende dat ik de portefeuillehouder zich had horen afvragen hoe rekening te houden met niet georganiseerde ondernemers, dat dat toch wel een moeilijke zaak was. En ik hoorde als eerste toezegging dat de wethouder toezei om ook de niet georganiseerde ondernemers te betrekken bij het overleg. Dus dat vond ik wel het aardige. Ik wilde zelf in ieder geval daaraan aan toevoegen dat het niet zozeer gaat om het direct overleg met niet georganiseerde ondernemers, als wel de ondernemers die zich niet gehoord voelen in zoverre tegemoet te komen, althans te kijken of dat kan middels maatregelen als staffeling, als betalingsregeling of wat ook. Dus indirect, daar komt dat meneer. En dan koppel ik maar zowel de toezegging als even de verwondering of de uitspraak van de wethouder aan elkaar. En ik had natuurlijk moeten beginnen met dank uit te spreken voor de heldere beantwoording door het college, zeg ik dan toch maar. Ik laat het hierbij. Dank u. Dank u wel. En meneer Mors, mag ik u het woord geven? Ja, dank u voorzitter. En het college uiteraard bedankt voor de heldere antwoorden. Alleen één ding triggerde mij in het antwoord van de heer Kaspers-Vaart. Namelijk, u had het weer over de WOZ-waarde. Terwijl wij eigenlijk voor ogen hadden van, oké, als die staffeling toch gaat bekijken, zou er misschien ook nog eens een andere input kunnen hebben voor het bepalen van. En dat is eigenlijk de suggestie die ik mee wil geven aan de werkgroep om daar ook naar te kijken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Tuinbeek. Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder die heeft ons een brede maar krachtige toezegging gedaan. Dank daarvoor. Het CDA wil vragen of de wethouder niet alleen naar de staffeling als vraag mee wil nemen naar de werkgroep, maar ook de mogelijkheid tot kwijtschelding. En we zien graag de voorzet in het najaar tegemoet. En we wensen de portefeuillehouder veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Ik stel vast dat u niet verder behoefte heeft aan debat in uw raad. Dat is heel mooi, want dan gaan wij beginnen met het vaststellen van het amendement. Dat is hierbij gebeurd. En dan stellen wij ook vast het actieplan Centrum Ommen, ondernemingsfonds Centrum en de invoering van de reclamebelasting. Daarmee ook vastgesteld. Dank u wel. En dan kom ik bij agenda punt 8. Vaststelling van het bestemmingsplan facetherziening parkeren Ommen en parkeernormen nota Ommen. En ik stel voor dat wij meneer Mors het woord geven als eerste, want u heeft gevraagd als enige om dit onderwerp inderdaad aan de orde te stellen en niet als hamerstuk te behandelen. Dus mag ik u uitnodigen plaats te nemen achter het katheder. Ja, dank u voorzitter. Ja, hamerstuk of bespreekstuk. Op het moment van behandeling van dit stuk in de commissievergadering zat ik in een hotelletje ergens op Gran Canaria en ik zat met mijn fractiegenoten zat ik te sms'en en dergelijke. En ja, er was toch wel hier en daar wat behoefte aan extra toelichting. Vandaar dat het ook als een bespreekstuk hier naar de raad is gekomen. Maar inmiddels is er deze week een ongedateerd stuk verstuurd door het college naar ons als raadsleden, waarin eigenlijk staat, nou, het overgrote gedeelte van de vraagstukken die er eventueel ter sprake zijn gekomen, die komen helemaal niet in dit stuk voor. Dus eigenlijk zou het daarmee afgerond zijn. Waar het toch niet dat ik nog een paar, twee kleine dingetjes heb. En dat is de zorg die ik heb en die onze fractie ook heeft over de CROW-normen. Die CROW-normen zijn landelijke normen die dus ook gelden voor grote steden waar ze gebruik kunnen maken van een tramstelsel, metro of wat iets meer zijn. En als u Ommen binnenrijdt, dan ziet u daar van die mooie groene borden waarop staat Ommen zelfstandig en uniek. Ik moet u vertellen, wij hebben hier geen metro en we hebben geen tram. Dus we hebben wat meer behoefte aan particulier vervoer en dus ook het vervoer van en naar het centrum. En moeten de auto daar ook kwijt. Dus of die COW-norm nou wel echt
toepasselijk is voor de gemeente Ommen, dat is een groot vraagstuk. En het tweede punt waar ik toch nog wel wat aandacht aan zou willen stellen namens onze fractie, dat is de evaluatie blauwe zone en parkeren busjes, zoals in de ongedateerde notitie staat. Waarin overigens in de laatste regel staat het huidige parkeerregime en de evaluatie daarvan staan los. Staan volledig los van dit raadsvoorstel, dus eigenlijk zou ik het er niet over mogen hebben. Maar ik maak mij toch zorgen, en dan niet zozeer om de hoeveelheid parkeerplaatsen die er eventueel in het centrum zijn, dan wel moeten komen, dan wel in de omgeving. Maar ik maak me heel veel zorgen om de veiligheid. Namelijk, je kan namelijk wel zeggen, er moeten zoveel parkeerplaatsen zijn in een bepaald gebied. Maar als men daar naartoe rijdt en daar ook hele grote risico's voor wandelaars, toeristen, etc. daarmee aanjaagt, dan zijn wij daar niet zo gelukkig mee. Dat was wat ik toch nog wilde inbrengen graag. Dank u. Vriendelijk, ten aanzien van het laatste punt merkt u zelf al op dat het geen betrekking heeft op het onderwerp dat op de agenda staat. Dus ik vat het op als een cri de coeur van uw kant. En die is door ons allen gehoord. Ik kijk door uw raad, wens de andere fracties, meneer De Jonge, nog het woord. Meneer De Jonge, alleen meneer De Jonge. Mag ik u dan het uitnodigen om de weg naar het spreekgestoelte te nemen? En dat is gelukt. Ja, ik was al onderweg, voorzitter. Besef ik me sorry daarvoor dat ik niet. Maar ja, voorzitter, wij hadden dit als hamerstuk willen agenderen. Maar toch wil ik wat kwijt, wil mijn fractie. Want wij waren zeer, zeer, zeer verrast over de memo. En wij vroegen ons eigenlijk af van waar komt die memo nou vandaan? Leo Bongers. Want Als ik die memo goed lees, voorzitter, dat trekken we een beetje. Want er worden een aantal zaken in herhaald die wij in de commissie hebben aangegeven. En die de Griffie al heeft aangenomen als overgenomen, zeg maar, in het verslag van de commissievergadering. Dus mijn fractie heeft de vraag van waarom die memo nou? Waarvoor nou de herhaling van bevestiging van de zaken die er aan zijn gegeven in de commissie en die toezegging in de commissie zijn gegaan. En ja, een van mijn fractieleden die zei van, wil je hiermee de discussie in de raad opnemen? Dan mag ik toch niet hopen dat dat de bedoeling is geweest, voorzitter. Dus de vraag is van, waar komt nu zo opeens zo'n memo vandaan en wat is het doel daarvan? Dank u wel, meneer De Jonge. Wethouder Bommers, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Eerst eventjes ingaan op de opmerkingen, suggesties, vragen van de heer Mors van D66. Ja, de CRO-normen, dat zijn inderdaad landelijke normen. En Ommen is inderdaad geen plaats die vergelijkbaar is met een stedelijk gebied. We hebben hier gratis parkeerplaatsen, daar kunnen we trots op zijn. Dus dat is een van de grote positieve verschillen. Maar we hebben ook gezegd van ja, die normen, dat is het uitgangspunt en voor bestemmingsplannen. Wijzigingen worden specifiek gekeken wat is nodig en wat wordt geëist. Dus daar wordt wel degelijk maatwerk geleverd. Ja, de andere opmerkingen van u, er waren suggesties, die nemen we mee. De vraag van de heer De Jonge, ja, eigenlijk is die vraag wel beantwoord. Want het begint met een aantal toezeggingen die gedaan zijn in de commissie. Van, nou, hoe zit het met de actualiteit van de CRO-normen? Moet die jaarlijks wel of niet geëvalueerd worden? Dus dat was de aanleiding. En het is wat ruimer opgezet, daar ben ik met de heer Jonge eens. Om gewoon nogmaals de context van deze wijziging goed weer te geven, omdat het op zich geen inhoudelijke wijziging is, maar het is meer een, laten we zeggen, een vaststelling van de norm, de wijze waarop normen vastgesteld gaan worden. En dat is iets heel anders dan de hele discussie van hebben we voldoende of hebben we onvoldoende parkeerplekken. Dat zijn heel andere discussies. Dat was het dank u wel. Als ik een kleine interruptie mag, dan kunnen we het misschien kort houden. Als u het goed vindt, maak ik nog één opmerking. Maar dan, tuurlijk, u bent de baas. Nee. U bent de baas. Want de raad was de baas, ja. U bent de baas, maar ik mag u voorzitter. Zelfs de rolverdeling.
Wij zullen ervoor zorgen dat de status van de documenten die naar uw raad komt volstrekt helder is. Dus in de toekomst zullen we ook heel goed op toezien dat we raadsbrieven in uw richting sturen. Dus ik denk dat ook een deel van de achtergrond van uw vraag is. Ja, u maait het gras voor mijn voeten weg. Ja, dank u wel. Ja, dat dacht ik. Ja, met datum en handtekening dat de status helder is. Ja? Dank u wel. Ik heb de indruk dat u geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Zo brutaal ben ik dan maar om dat vast te stellen. Dat zou het geval zijnde, stel ik vast dat het vaststellen van het bestemmingsplan facetherziening parkeren Ommen en de parkeernormen nota Ommen door u zijn vastgesteld. Dat is het geval, dan kom ik bij de sluiting en ik wens u allen een mooie en een rustige zomervakantie toe. Ik hoop dat u de drukte van het afgelopen politieke jaar een beetje van zich af kunt schudden. En dat u ook een beetje tijd kunt maken om alle mensen die u naast staan en die u de afgelopen periode hebben moeten missen omdat u politiek aan het bedrijven was, ook de tijd en de aandacht kunt geven die zij verdienen. En daarmee sluit ik de vergadering. Dank u wel.